kan hier echt wel gevochten worden. Auw! Ja. Hey, hey, kappen nou! Hey, hey. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO-show. Ja, we gaan er weer voor. Alleen, ik weet niet, als jij zo blij bent, of dat een goed teken is. Ik ben al heel mijn leven groot fan van Lord of the Rings. Toen ik klein was, ging ik met mijn vriendjes in het bos spelen. En dan mocht je een van de Lord of the Rings characters kiezen die je dan was. En dan ging ik... Hey, was jij dan een van de hobbits? Tuurlijk niet. Hoezo niet? Aragorn of Legolas of zo. Ik ga toch geen fucking hobbit zijn? Ik hou gewoon van fantasyfilms. Dat vind ik gewoon heel gaaf. Oh, mag ik even een traantje maken? Ik hou gewoon heel erg van fantasyfilms. En daarom gaan wij vandaag met z'n drietjes naar een fantasy-evenement. We gaan ons helemaal wanen in die wereld, kleden als een fantasy-character. Nee, dit is... Maar we gaan dus ook LARPen. LARPen, ja, live action roleplay. Ja, dus dat is gewoon... Dat is dat je dus als zo'n character uit een of andere fantasy of science fiction film... die gevechten naspelen. Ja, fucking vet! Ik vind vecht, moet je je voorstellen... Maar het is niet echt. Nee, maar dat vind ik het sneuje eraan. Ik kan mijn tijd zoveel beter besteden dan met een plastic zwaard. Alsof je vecht. Ik denk dat jij dit heel leuk gaat vinden, stiekem. Misschien word je wel verrast door de schoonheid van de fantasywereld. Nee, door de schoonheid van de mensen. Daar. Nou ja, misschien wel. Ja. Misschien kom jij de liefde van je leven tegen. Ah, nee, maar ik vind oprecht wel leuk om het uit te zoeken, omdat je die mensen worden al heel snel weggezet als gekkies. En terecht. Nee, dat weet je dus niet. Niet zonder dat je er geweest bent. En je zegt, je mag je verkleden als wat je wil. Nee, ik heb natuurlijk wat bedacht. Oh, dus niet als wat je wil. Dus anders had ik me verkleed als kantoormeneer. Nee, zo zie je er nu al een beetje ja, uit. Dat moest van Sven. Die had in het call sheet zitten dat ik een blouse aan. Ik heb geen blouse, ik heb overhemden. Maar dat heb ik dan maar aangedaan. Nou jongens, ik heb er zin in. We gaan naar Fantasy Fair. Zullen we even koffie drinken, jongens? Ik wil eens. Drink jij koffie? Ga jij even koffie voor ons halen? Ga zelf koffie halen, het is jouw uitje. Kom op, haal even een beetje koffie. Maar nee, is Jasper nu een soort van te hinten dat hij even met mij iets wil bespreken. Maar klopt dat, Jasper? Een beetje. Ja, jullie gaan niet weer samen onder één hoedje. Ik weet ook niet wat er speelt. Nou ja, oké, ik laat die outfit zo zien. Waarom niet gewoon daar bij de fair op de parkeerplaats? Ja, het is wel duidelijk dat het Jeppe's aflevering is. Even niet kijken, want ik wil het kunnen showen in één keer. Oké, we mogen even niet kijken. Even de andere kant op kijken. Het is net alsof ons zoontje een opvoering gaat doen. Niet kijken! Wat, heb je voor mij gewoon een soort van oude vliesdeken meegenomen? Oh, nee, kan dat? Maar waarom moet ik hier staan? Ik zie vanaf hier toch ook nee, wat Nee, jij blijft lekker daar wat staan. Wat heb jij eraan dat ik 5 meter verder zie dat Daan een Gandalf pak krijgt? Wat is dit voor vod? Ja, we moeten het ermee doen, jongens. Ja, vet. Het ziet er toch niet uit. Echt een soort low-budget Sinterklaas. Wat zijn we aan het doen, jongen? Ja, hij is natuurlijk weer als Legolas, ik zie het al. Heb je hem op de groei gekocht? Ze hadden het alleen maar in de maat van Legolas. Niet in de maat van een hobbit. Nee. Hou je bek. Nee, we mogen Jasper niet plagen op zijn kinderfeestje. Nee. Hij zit zichzelf nu ook te bekijken in de bespiegeling van de autoruit. Last but not least. Ik hoor belletjes rinkelen. Een hofnarretje. Die schoentjes. Jij bent ons hofnarretje, omdat je ons aan zo vrolijk maakt. Maar hoe ga je live action roleplaying met zwaardgevechten als je hofnar bent? Ja, ja, ik heb voor jou ook wat. Kijk, wat we voor jou hebben. We hebben een luid voor jou. Kun je lekker op spelen als hofnar. Hofnaren die vochten gelukkig niet, die dronken bier. Die waren ladder zat, die deden af en toe grappig. Nou, dan verwacht ik dat ook van je, Toby. Dat gelukkig heb ik een overhemd aangedaan. Wat een goed idee, Sven. Echt. Sven is een man van de details. Ja, dit is leuk. Doe even een dansje voor ons. Nee. Vrolijk ons even op, dat is je taak. Nee. Je moet wel een beetje in je rol kruipen. De tikkende hobbits to Isengard. Dan
die mensen die mogen zelf bepalen wat ze aandoen. En nee, ik moet weer een of ander kuttig narrenpak aan. Wel jouw taak om een beetje vrolijk te zijn, hè? Nou, dat gaat. Ja, dat wordt vet, jongens. En hoe lang blijft het hier? Dat wil ik zolang Jasper zin heeft. Een kinderpartijtje blijf je ook gewoon tot die jaren uit. Ja, maar op de uitnodiging stond wel altijd hoe laat je door je ouders opgehaald moet worden. Gaan we, dankjewel. Hey, kijk dan. Daar zijn we. Haha. Kom, we gaan wel even vrolijk beginnen. We gaan ons vermaken. 1, 2, 3. Springen! Hey, springen. Dubbele flikplak, hallo. Die postkaartjes. Stuur een kaartje naar je moeder. Moeder. Sleuk naar Barbara. Nee, die vanuit zit Kingdom Elf, ja. Jawel, die zit wel te wachten. Die raakt van in de war. Die denkt dat ik weer ergens geweest ben, dat ik aan de drugs had gezeten. Laat ze zich weer zorgen maken. Nee, dan ga ik niet. Een plattegrondje moeten we hebben. Ik weet niet of ik dit ga volhouden. Er komt een punt dat ik die pruiken afdoe. Nee, je gaat. Ik trek dit niet. Zullen we gewoon naar binnen? Gewoon niet zo klagen, jongens. Ja. Kom op. We gaan het gewoon leuk hebben vandaag. Ik doe ook even met die ogen. Can I make a picture with you? Hij praat ook voor de zekerheid in het Engels tegen ze. En heel gaaf, ja. Pakkie gruwelijk. Oh, wij zijn gewoon echt op Jaspers kinderpartijtje beland. We gaan naar binnen. Dit is de zesde keer dat je het zegt. We zijn net binnen, maar Jasper loopt gelijk tegen zijn eerste probleem aan. Ja, ik ga oortjes kopen, want ik sta echt voor lul. Is dat echt voor lul dat je geen oortjes hebt? Ik zie ook iedereen naar jou kijken. Hi. Ja, straks laten we goed flirten met wat elfjes, dat weet ik wel. Waar zijn we nou, pak? Wat ik heel leuk vind om te zien, is dat iedereen heeft echt oprecht zijn of haar best gedaan. Ja. We respecteren elkaar allemaal in hoe we zijn hier. Niemand veroordeelt dus elkaar. Ik veroordeel iedereen. Ja, kom, we gaan even verder. Ik wil de oortjes even kopen. We lopen achter Jeppe aan het shocken hier. Ja, maar je moet Jasper niet volgen, want die loopt ten eerste zijn pik achterna. En ten tweede, hij kan ook geen kaart lezen. Dus hij loopt nu met de pijls dat hij voorop. Hij heeft geen flauw idee waar hij naartoe loopt. Nee, we lopen nu naar Samuel Fields. Kijk maar. Jongens, ze hebben Legolas mensen. Sjing! Hatsa! Jack, zul je onthoofd? Sjing! Sjing! Vet, joh. We moeten toch wel ergens oortjes hebben? Weet je of ze ergens hier 11 oortjes verkopen? Dat moet in een van deze winkeltjes zijn. Wat vind jij van zijn outfit? Dit is toch vet? Ja, toch? Wat vind je van Tobias? Speel even wat, Toby. Hij is niet gestemd. Ja, maar niet uit. Net als zijn eigenaar. Wat heb jij? Wat drink jij? Ik drink medebier. Wat is medebier? Medebier is bier met mede. Ik denk dat hij daar ook wel zin in heeft. Ik wil wel wat medebieden. Je krijgt dat in een hoorn. Nee, dat moet je zelf kopen. Oh. Hey, bedankt. Veel plezier, man. Ja, mensen zijn al heel vriendelijk hier allemaal. Dit is wel echt een leuke, vreedzame plek. Ook al loopt iedereen met zwaarden. Wacht even, ik ga hier. Hier moeten ze oortjes hebben. Ga het vragen of we gaan iets anders doen. Ik ben op zoek naar mede. Hoe lijkt een vergetelheid in begin. Ja, misschien dat ik er nog wat van kan maken. Ik ga die pruik afdoen. Ja, nu ben je een soort van vechtmonding. Ja, nee, maar dat is prima, want ik trek het echt niet. Ik zou nergens 11 hoortjes hebben. Hebben jullie niet toevallig extra 11 hoortjes? Mag hij die van jou hebben, want dan houdt hij eindelijk zijn kop. Ze hebben ze daar, hè? Ze... Echt? Waar? We zijn nog geen 20 meter opgeschoten op dit festival. Wie weet is het hartstikke leuk, alleen we zullen het nooit weten. Nee. Heeft hij ook 11 hoortjes? Nee? Sorry. Oké. Okay. Mag ik even één ding voorstellen, Jasper? Ja. Fuck die 11 oortjes. Ja. We zijn serieus, zonder grap, al een uur op zoek. Dat hele festival gaat aan onze neus voorbij. Ik ben een fucking elf zonder 11 oortjes. Vraag aan iemand 11 oortjes, jatsen. Maar we gaan nu dat fucking terrein op. Jasper, jij bent ook een hybride elf. Want jij bent een kruising tussen een hobbit en een elf. Die zijn wat kleiner en die hebben gewoon een normale hobbit oortjes. Ja. Accepteer gewoon dat je een hobbit bent. Die zich heeft verkleed als Legolas. Ja, kom, we gaan wel het terrein op. Ben ik beland? Kom, we gaan nog even rondlopen hier. Waar heb je pruik in je baard gelaten? Die heb ik al 3 kwartier geleden afgedaan, ja, Jeppe. Nee, omdat het 40 graden is en jij hebt mijn vliesdekens gegeven als kostuum. Dit gaat niet. Mag ik wat vragen? Ik kom morgen even kijken, dankjewel. Zou ik een keer mee mogen doen? Ja. Ja? Mag ik met die doen? Nee. Niet? Jij mag met plastic. Hij wil gelijk met staal. Ik heb mijn Almere diploma, dus ik kan het. Laat maar zien dan. Nou Jasper, laat maar eens even zien. Deze. Ja. Nog een keertje. Nou, hij heeft die meneer al bijna voor zijn bek. Is dat die kop van Jasper? Het is onmenselijk maken. Jasper, en nu even voor het Eggy. Ja! Ja! Ah! Ah! Ha! 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 Ah! Oké, ik vind het genoeg geweest. Er zitten een paar leuke elfjes aan, daar ga ik even bij zitten. Hij heeft natuurlijk net een hele gave show. Ja, daarom. Zou ik hier kunnen zitten? Het is misselijkmakend. Ja, ik ben ze vergeten, dus... Ik heb een extra. Je hebt er eentje. Ah, top, kijk nou. Het is niet helemaal één. Kijk, oh god, hij heeft al een 11 oortje te pakken. 11 oor. Gaan we weer verder? Lever je oortjes maar weer in. Nee, ik mag die hebben. Mag je die hebben? Ja. Goed, heb je er ook twee?
Nee, eentje. Half elf, half hobbit. Ja. Als ik hier nog de hele dag op deze manier moet rondlopen, kan ik niet onderzoeken of ik hier fomen voor moet hebben. Eerst op zoek is naar elf oortjes, daarna moet laten zien hoe gaaf die kan zwaardvechten en daarna weer achter zijn pik aanloopt. Het is een elfenpik. Het is een elfenpik. Het is een Legolus. Ja. Ik denk dat ik maar even met mijn vrienden weer meega. Er zijn hier battle rounds. Ik wil Jasper best een keertje omver schoffelen met een zwaard. Kunnen zij een battle doen? Als ze een spelregels hebben gelezen, mogen ze zeker meedoen. Nou, iedereen mag meedoen met ons een kant. Je mag iemand op zijn huid slaan. Je mag iemand op zijn armen slaan, oké. Okay. Volgens mij krijgt Jasper de regels nu uitgelegd. Want die doen het alleen met larpwapens. Oh ja. Dit is wat zachter, ja. Mag je die lenen? Oh. Nee, nee. Nee? Nee. Alsjeblieft? Nee, echt niet. Alsjeblieft. Ik ga mijn eigen wapens niet uitlenen. Ah, alsjeblieft, nee. Eén gevechtje. Nee. Eén gevechtje. Nee, en als jij hem sloopt? Ja, dan krijg je in ieder geval. Ja, maar dan heb ik geen wapen meer. Ja, maar dan mag je deze, hè? Ja, maar daar ga ik niet mee vechten. Die gaat geld niet om mee te vechten. Ik heb net al iemand naar de HBO gehad. Dus ik loop net Ja. Ik wil geen neven kopen, maar ik zit in een veiligheidsrisico. Ja. Daarom staan we juist hier. Oké. Ondanks dat onze zwaarden zijn afgekeurd om binnen het speelveld te mogen vechten, voelen Legolas, Jeppe en Narretje Toby hun opgekropte agressie opborrelen. Today I choose violence. Ik ben een fighter minstreel geworden, dus ik vecht voor justice. En voor bier en vrouwen en natte kutten, daarvoor vecht deze joker. Ik wil gewoon even vechten. Kom, wij gaan gewoon even vechten. Hier? Hé, hey, niet hier. Au! 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 Ja, sorry. Ja, hij begon mij ineens aan te vallen, dus ik moest mezelf verweren. Je mag echt niet heel even met je hoofd, met die mes? Nee, echt niet nodig. Vocht worden. Ja. Auw! Hey, hey, ja. Kappen nou! Hey! Kom op. Ja. Ja, maar hij... Maar hij sorry, ja. Ja, maar hij zat me aan te vallen. Ja, dat maakt me niet uit. Ja. Wat gebeurde er nou? Ja. Hij is boos. Hij was er even goed klaar, maar hij wilde bijna de organisatie van 11 jaar erbij halen om ons... Ja, een beetje gedragen. Jep, wat is het plan? Wanneer gaat het beginnen? Hier is het hoofdpodium. We kunnen nog allemaal workshops doen. Er is van alles te beleven. Maar ik heb het gevoel dat het nog moet gaan beginnen. Dit is het al. Je moet hiervan genieten. Kijk hoe mooi mensen allemaal verkleed zijn. Mensen hebben zo hun best gedaan. Het is toch fantastisch? Ik ga hier even naar binnen, jongens. Nu nog een leuke jonge dame vinden om mee te dansen. Jippig van al die elfjes, hoor. En het toch wel wat hebben. Jippe is hier gewoon echt alleen maar naartoe voor zijn rukcarousel, hè? Dat kietelt me toch, Willem. Nou weten we ook weer waar jouw fetish ligt, hè? Ja, roleplay. Ik had het eigenlijk niet gedacht, maar nu ik hier zo rondloop, denk ik toch van ja. Dan moet ik het toch een keer proberen om in de slaapkamer ook als Legolas te verkleden. Ja. Wat heb je nou? Een hoorn om mede uit te drinken. Wat kostte dit ding? Dat is misschien niet de juiste vraag. Wat is het mij waard om het hier naar mijn zin te maken? Het is van een echte koe, hè? Ja, maar wat kost dat? Ja, €50. Nee, echt? 65, ja, zoiets. Ja. Het enige positieve eraan vind ik dat je je toch een beetje inblendt. Ja, dat vind ik ook. Ik ben trots op je. Hier zijn dezelfde hoorns €16. Oh. Dat is jammer. Je bent gewoon afgezet. Gaande. Hier is volgens mij een soort dansworkshop die we kunnen doen. Eerst eventjes wat mede halen hier. Nee. Ja, ik ga eerst bier halen. Maar inblenden betekent natuurlijk niet alleen maar mede bier lopen zuipen. Je moet meedoen met de activiteiten. Dus ook als het gaat om dansen. Nee, ga even met de... Ga jij even mijn bier afblijven. Ga jij even terug iemand aan dansen. Met rust. Proeven? Nee. Dat, nee, nee ja, laat maar nou dan even krijg ik hem niet terug. Ja. Dan krijgen we hem wel zover, hoor. Ik wil even dat jullie een danspartner zoeken. We gaan een danspartner zoeken. Ja, ga even ten dans. 1, 2, links. 1, 2, doe even je best. Ja, maar leg het dan even uit in plaats van zeggen dat ik mijn best moet doen. Je stapt gewoon naar links zo opzij en dan doe je 1, 2, dat is naar rechts. Ja, met links naar rechts stap je. Wil jij dansen? Even kijken, hoe gaat het ook alweer? Zo, volgens mij. Jij bent het vrouwtje, kom. Ik wil dit niet. Oké. Kijk naar mij, kijk naar mij. Jasper leidt vooral aan overmoedigheid. Ik wil je passie voelen, Toby. Nee. Kijk naar mij. Ik moet me volgen. Oh, wat ben jij nou, mannetje. Ik weet ook precies hoe jij in relaties bent. Dat is een heel driftig baasje. Stap. Je moet me volgen, kijk naar mij. En Shanji, Toby. Wat sta je nou weer laf te doen, man? Ik ga mijn natuurlijke habitat staan. Dat is naast de dansvloer aan de bar met een drankje kijken naar de mensen die het naar hun zin hebben. Terwijl ik mezelf doodongelukkig en eenzaam voel. Gelukkig heeft Jasper al snel een leuk elfenvrouwtje gevonden om zijn Napoleon-complex op de bot vieren. Maar nu moet ik leiden, man. En stap. Jij moet gewoon volgen. Huh? Gewoon volgen, gewoon volgen. Gaat hartstikke goed. Hé, dit gaat goed.
Watercontrole los. Gewoon up. Oh, ja, nee, niet proberen. Je toch zelf te rijden, hè? Oh. Hé, hey, goed man. Hé, hey, lekker gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Maar... Zullen we door? Ja, ik heb een bloedheet. Nee, wat dacht je van mij in die vliesdekens van je? Op de taberen van al die elfjes die hier rondlopen. Zo'n primaire jongen. Kan alleen maar denken met zijn pik. Hij loopt hier al de hele dag met een halfje rond. Hé, hey, maar dit moeten we doen. We moeten een fotoshoot. Mogen we op de foto? Tobias in het midden. Maar dan dek ik hem af. Ik ben wel links. Mag ik het zo doen? Ga nou niet de fotograaf lopen corrigeren. Ja, daar staan. Ja, ja. Bijvoorbeeld zo. Niet met boog afdekken. Nou, nu zitten jullie voor mij. Een klein beetje dichter bij elkaar. Wacht even mijn ding een beetje openen. Dan kunt u ook met flits doen? Oh. Ja? Mag ik het zien? Oh, mijn pruik zit niet goed. Ja, nee, ik wil even eentje met dat mijn pruik goed zit. Die pruik gaat niet goed zitten. Ik wil niet zo'n feestwimperpruik kopen. Ja, die fotograaf denkt, godverdomme, ik heb in mijn hele carrière nog nooit iemand meegemaakt die er en zo slecht uitzag, maar wel zo erg bezig is met zijn uiterlijk. Dit is de moeilijke broer van Legolas, Legolaster. Die zit zich de hele tijd met alles te bemoeien. Je ziet ook gewoon mijn haar er ondertussen komen. En je hebt ook maar één elfenoor. Ja, jezus, jongens. Ja. De fotograaf is ondertussen gewoon al. Ja. Ja, oké, okay, we doen het wel zo. Nou, Lego lastig. Hij is er klaar voor, hoor. Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, en wat zal anders dan de vorige keer? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb mijn pruik goed gedaan, mijn oortje aan de andere kant. Niet mijn afdek. Niet mij afdekken. Let op, het is niet goed, nog steeds. Elfenoor, pruik. Nou, ik zou... Narkop. Zo, mag ik ze nog zien? Ja, je ziet toch te veel mijn haar, vind ik. Zullen we het nog één keertje doen? Dat is toch zo schandalig? Hier gewoon mijn haar, dat is toch niet leuk? Ja. Zie je mijn haar nu nog hier of niet? Ja, dat zie je. Ik heb mijn pruik een beetje omlaag gedaan. Niet doen. Ja, maar nu in mijn oren zijn mijn haar gevallen. Heb jij dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? Sorry, meer. Nee, Jasper. Nee, maar... Sorry hoor, we hebben nog één foto. Hij heeft een hele lastige klant. Had jij gedaan? Nee! Dat heb je zelf gemanifesteerd, Jasper. Ja, is die mooi? Ja, nu zie je mijn haar weer. Ja, beter word ik niet. Je moet een andere fotograaf zoeken die het nog beter kan. Ja, maar nee, maar het ligt niet aan u. Het ligt aan dat mijn haar... Wat is er nou? Ja, ik wil gewoon een goede foto. Ja, dank u wel. Dank u wel. Hebben we de kaartjes of niet? Ben ik veel. Het boeit me niet. Gloeiende, gloeiende. Ja, die muziek staat wel een beetje symbool voor hoe ik me voel op dit moment. Ja, ik ben ook helemaal kapot. Ik wil wel echt naar huis. Het is bloedheet in de spak. Het is gewoon echt een kinderpartijtje wat net iets te lang doorgaat. Daar was je weer, ja. met je horen. Is het lekker? Nee, het is monstergoor. Maar het gaat erom dat we ons inleven in het festival, Jasper. Nou, kom, dan gaan we nog even een beetje rondlopen. Ja. Er komt een draak aan, jongens. Pas op. Hey, ben je niet een hobbit? Nice. Nou. Zullen we even op de foto? Kan, sure. Ik ben Legolas. Nice. Ja, wacht even, ik moet op mijn pruik, anders zie je het niet. Ik ben er precies even groot. Ja, je hebt kleine hobbits, grotere hobbits. Ja, ik ben toch wel een iets kleinere elf, ja. Ja, dat zei ik al, 5,5 ben je. Oh, vet. Hij is niet scherp. Niet zo van boven. Doe even een goede foto ook. Vet. Vet? Ja, ja, ja. Mag ik met jullie op de foto? Mag ik even jou boog vast dan? Nee. Ja, maar ik wil ook even een goede boog. Maak even een foto. Ja, ik wist niet dat je kwaad werd. Mag ik met u op de foto? Ja, als jij een beetje Jeppe. Hier staat... Dan... Nee, wat ga je nou doen, Jeppe? Als jij dan daar, dan kan ik... Ja, nee, jij bent... Nee, jij gaat naar voren. Nee. Naar voren. Nee. Gewoon laten zien hoe het in het echt is. Domme. Jasper de Hobbit 11. Nee, ik ben geen fucking hobbit. Eerlijk, dit is wel echt vet. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Maar heb je dit zelf gemaakt dan? 200 uur, denk ik. 200 uur. Hey, ik pak je. Niet doen. Het is al groter, hè? Maar je moet er wel mee kunnen doen. Ja, dat is werk te doen vandaag. Hey, tot hoe laat duurde dit kinderfeest? Nou ja, maar ik heb het wel naar mijn zin. Ja. Kut. Ah. Dank jullie wel. Fijne dag nog. Maar het is niet jouw bloem, hè, Jasper? Even naar mij kijken. Ja, ja. Ik heb echt mijn ogen uit de hele tijd. Het is niet normaal. Hallo. Kijk dan. Hoi, joh. Misschien helemaal met jou op de foto? Nog naar huis. Dat heb ik. Hij heeft zijn fotootjes weer binnen. Ik wil niet naar huis. Ik begin er net een beetje in te komen. Maar wat wil jij dan nog doen? Gewoon hier bier drinken, rondlopen, lekker naar mensen kijken. Iedereen heeft die fucking echt zijn best gedaan op zijn outfit. Ik vind het een stuk leuker dan Lowlands. Ik kan met een plastic zwaard gaan afdoen. Nee, hey. Niet doen. Ik heb toch een pijl en boog, is toch niet eerlijk? Ja, Lego laf. Kom dan. Ah.
helemaal nat hier. Godverdomme. Alleen nu ben ik klaar. Mijn rug is helemaal nat. Net op het moment dat ik in ieder geval Jeppe aan mijn zijde denk te hebben om naar huis te gaan, komt hij weer een nieuwe hobbit tegen waarmee hij op de foto moet. Ik ben een hobbit. Nee, ik ben wel. Ik ben Legolas. Je bent dus kleiner dan een hobbit. Wat maakt het nou uit? Ik heb het gewoon aan. Mensen verkleden zich een beetje, zijn lief voor elkaar. Jasper gaat met iedereen op de foto, kan hem af en toe voor zijn flikker slaan met een plastic zwaard. Au! En dan gaat het toch weer mis. De opgekropte geiligheid van Jasper komt tot een kookpunt en hij raakt slaags met de halflamme Toby binnen het voor hun verboden speelveld. Gek, kap nou. Hij met mij. Kijk nou, hier. Nee, maar jullie verpesten het feestje voor iedereen, hè? Hoezo? Nou, die jongen, die schrikt. Die roept iedereen van het veld af voor de veiligheid. Jij rende daarop. Of de vlucht ging van jou. Ga maar sorry zeggen, geef dat zwaard maar hier. Sorry, we komen even onze excuses aanbieden, want... Daar hebben we het net al een keer over gehad. We hebben een hele duidelijke afspraak over gehad. En als je dat nog een keer doet, dan zijn we er heel erg gauw klaar mee. Ja, dat begrijp ik. Ja, dus excuses heb ik niks, want daar hebben we het heel duidelijk over gehad. Dat het veld niet opgaan. Ja, maar hij rende als zo'n gekke maniak achter me aan. Ja, maar dat maakt mij niks uit. Dat is leuk, maar sorry, heb ik niks als mensen naar de EBO gaan. Nee, dat is zo, ja. Sorry. Hij accepteerde de sorry niet eens. Nou, ja, precies. Terecht. Ik kan geen zwaar doen. Hallo. Moet je FOMO hebben voor een fantasy-evenement? Het zal jullie verbazen, maar dit is de eerste keer dat jullie mij in zo'n denigrerend pakje hebben gehesen en dat ik het eigenlijk best naar mijn zin had. Ik kon een beetje bier drinken, kon jullie een beetje meppen met een plastic zwaardje. Iedereen loopt hier een beetje rond, een stuk leuker dan Lowlands, want er is hier niet zo'n teringherrie. Ja, af en toe een beetje zo'n soort kattige jank op een viool, dat is dan niet voor mij. Maar het is verder gewoon lekker rustig, iedereen is lief voor elkaar, de sfeer is goed. Het voelde soms wel een beetje als een soort van fetishfeest. Ik denk dat er vannacht een hoop geneukt gaat worden, maar al met al... 3,75. Zo. Tobiasjes. Nou, dit is echt weer... Dan maken we er 4 van. 4 Tobiasjes. Nee, ja, zeg. Kijk, ik merkte wel, het is gewoon niet echt mijn ding. Zo, je ziet er hartstikke vet uit als Gandalf. Ja, ik had dus zelf heel graag... een seksmonnik. Inderdaad, dat is het. Ik ben als seksmonnik. Ja, al die tijd al. Dit is gewoon niet mijn ding. Maar ik vind het wel heel vet dat andere mensen het hier vet hebben. Dus op de vraag, moet je er FOMO voor hebben? Denk daarvoor eerlijk na of dit je ding is of niet. Want als je hier met een slappe carnavalsoutfit komt... en je gaat hier een beetje lacherig lopen doen, dan moet je hier niet heen gaan. Nee, nee, nee. Je moet hierheen gaan als je het fucking serieus neemt. En dat vind ik echt vet om te zien, dat mensen het je serieus nemen. Moet je er FOMO voor hebben? Ik geef het 2,5 dino. Nou, kader. Nou, lege lul. Ik heb me zeker vermaakt, maar ik ben kapot. Wat een overprikkelende bende, zeg. Kijk, laatste keer dat ik hier was ik 10. En dan ben je alleen maar verwonderd en vind je het allemaal mooi. En dan... ja. Maar ik ben gewoon kapot, joh. Je bent de hele tijd zo om je heen aan het kijken. En dan zien we allemaal mooie elfjes langslopen. Ja, daar heb ik toch gewoon een beetje jippig van. Dus... zie je? Ja. Je hebt gewoon helemaal geld. Ik wist niet dat ik een fetish had, maar het voelt toch ineens een beetje een fetish. Dus ik denk, oh, allemaal leuke elfjes die rondlopen. En ja. Even bij, ik ben helemaal duizelig. Zo moe ben van geiligheid. Omdat al het bloed naar je lul ging de hele dag. Je moet niet te lang gaan, want ik ben helemaal kapot. Schiet op! Ik geef 3,5 jeppie ook. Dus moet je FOMO hebben, ja, gewoon een keertje, gewoon leuk. Weer eens even wat anders. Vond je dit een leuke video? Klik op het duimpje. Vergeet niet te reageren in de comments. Abonneer op dit kanaal en tot de volgende FOMO-show. Hey! Hey! Nee, kappen, dat gaan we niet weer doen. Niet.